Kogelgaten in een verkeersbord. Een stille getuige van wat er zich volgens omwonenden 's avonds afspeelt op het strand bij Rittem. Wellicht onschuldig vandalisme, maar vrijdagavond was het anders. Een caisson werd opgeblazen met een zwaar explosief. Burgemeester Roep van de gemeente Vlissingen wil dat de politie onderzoek doet naar de mogelijke criminele activiteiten op het strand. Ik heb nu opdracht gegeven om een analyse te maken van de meldingen die in de afgelopen periode zijn geweest. Om te kijken of ik samen met de politie iets kan doen om te kijken of dit minder kan worden. En of we ook, want we hebben in het verleden wel onderzoek gedaan. Zijn het gewoon dingen die niet deugen? En wat, wij willen ons eigenlijk daar niet te dichtbij inmengen, want we zitten hier ook in mijn bedrijf. Maar het klopt gewoon echt niet. De burgemeester van Vlissingen kreeg vanochtend een hele waslijst aan klachten te horen van inwoners van Rittem. Een homo-ontmoetingsplek, een naaktstrand, er wordt gedeeld. Nou, allemaal zaken die zij minder prettig vinden. Er wordt gezegd dat er geschoten wordt. Nou, dat zijn allemaal dingen die voor de camping niet prettig zijn en voor de bewoners daar ook niet. En dan brandjes steken terwijl het hartstikke droog is. Nou, één vonkje en heel de bos gaat eraan. Dan sta je zelf, kan je er niet van slapen. En dan zeggen ze gewoon, ja, maar we hebben geen tijd om te komen. En dat is wel is heel verschrikkelijk. Daar denk ik van, ja, moet ik nou nog bellen? De politie onderzoekt de explosie met 20 rechercheurs. Vandaag hebben ME'ers het bos achter de zeedijk in Rittem nog doorzocht.